Gian Ellis is de winnaar geworden van de Peace Poster Contest. Afgelopen zaterdag werd zijn schilderij als beste gekozen bij de awardceremonie in het park. De Peace Poster Contest is een jaarlijks terugkerend evenement welke wereldwijd wordt georganiseerd door de Lions Club International. Het is een wedstrijd waarbij jongeren tussen 11 en 13 jaar de gelegenheid krijgen om hun talenten te tonen. Marita Weinerman, District Associate Peace Poster, zegt dat dit een bijzonder project is, omdat jongeren van jongs af aan geleerd worden om leiders te zijn. Ze benadrukt dat kunst leiders kan stimuleren hoe zij moeten omgaan met vrede. Het contest heeft niets te maken met, ja, ik kan een mooi poppetje tekenen. Het gaat erom dat je je moet uitdrukken. Het thema van dit jaar was best wel moeilijk, Lead with Compassion. En je ziet dat onze kinderen toch talent hebben, want ze hebben toch hun gevoelens op papier gezet. Hoe ga je leiden met compassion? Lead with Compassion geeft dus aan dat jij als future leader alvast begint na te denken van hoe ga ik om met het aspect van wereldvrede. Niet alleen wereldvrede, maar ook daarbij meegenomen het thema. Toch, want het is wel makkelijk om peace, wereldvrede op papier te zetten. Maar daarin moet je dus ook nog aangeven hoe ga ik leaden with compassion. Best wel moeilijk. Ik heb 100 keren gegoogeld om te weten hoe lead je met compassion. Toch? Omdat je het op bepaalde op vele manieren kan benaderen. En we zien dat onze kinderen dat wel kunnen. Beeldende kunstenaar, tevens jurylid, Diraj Ramsamuj, geeft aan dat er wat verwarring is ontstaan bij het vervaardigen van de kunstwerken. De werkjes van de kinderen moesten gebaseerd zijn op het thema Lead with Compassion. Maar enkele waren meer gericht op vrede. Hierdoor was de beoordeling van de kunstwerkjes heel moeilijk. Region Chairperson Renuka Shangur Sambudat Pandey zegt dat de gedachte achter de Peace Poster Contest is dat 100.000 kinderen bezig zijn met hetzelfde thema. Op deze manier krijgen de kinderen de kans om hun gevoelens op papier te zetten. En ze worden wereldwijd geïnspireerd door middel van hun kunst en creativiteit. In principe, toen ik van het jaar het thema zag, Lead with Compassion, dacht ik bij mezelf, mijn God, wat ga ik tekenen? En ik besprak dit ook met een van de juryleden en hij had eigenlijk ook dezelfde mening. Kinderen, voor mij zijn jullie allemaal winnaars. En bij sommige tekeningen was het gevoel duidelijk te merken. De Peace Poster evenement is gehouden op 26 oktober. Waarna de prijsuitreiking afgelopen zaterdag volgde. In totaal hebben 65 kinderen verbonden aan diverse Lions Clubs in Suriname deelgenomen aan dit evenement. De kunstwerken die vervaardigd zijn door deze kinderen zullen ook internationaal worden beoordeeld. Voor de winnaars waren er 5 hoofdprijzen. Daarnaast hebben alle deelnemers een troostprijs ontvangen. De prijzen bestonden grotendeels uit TBL-kaarten en materiaal om de schilderkunsten van de kinderen te ondersteunen.